Ben je helemaal klaar voor de Snake Week? Ja, we gaan ervoor. Eerste keer, maar knallen. De Snake Week begon zoals voorgaande jaren traditiegetrouw met de vlootschouw in de Kolk. Daarnaast hebben we nieuwe pantschippen. Pieter-Jan Posma, gefeliciteerd. De dag van de Snake Week is alweer een feit. Het was een pittige dag voor zowel het wedstrijdcomité als de zeilers. Gelukkig zijn alle klassen wel weggestart met een windkrachtje 2. We proberen gewoon het hoogst behaalbare te doen. En de laatste keer dat we samenvoeren zijn we net op de tweede stek geëindigd. Dus we zijn wel een beetje gebrand, zeg maar. Ja, we hebben nu 2 keer uitstel gehad. Want de wind is behoorlijk van noordwest naar noord-noordwest naar noord gegaan. En terwijl die uiteindelijk waarschijnlijk vandaag ook weer teruggaat naar noord-noordwest-noordwest. Dus misschien gaan we van N naar... Naar O naar A en van A naar O naar N weer, maar dat gaan we wel zien. De verwachting van morgen, weinig wind en veel draaiingen. Dat belooft een moeilijke en pittige dag voor de zeilers te worden. Heel veel succes alvast!